but you are always on my mind. Oh, you're always on my mind. And tell me, oh, just tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. Dames en heren, goedenavond. Op deze 18e december, een week voor Kerstmis en midden in de lockdown, heet ik u van harte welkom bij het Bilderdijk-journaal. Gewijd aan de dichter en advocaat Willem Bilderdijk, die vandaag op 18 december 1831 is overleden. Nederland kent vele Bilderdijkstraten, maar bij het grote publiek is hij nagenoeg onbekend. Voor tijdgenoten gold hij als de beroemdste schrijver van zijn tijd. Hij werd geboren in 1756 in Amsterdam en hij overleed op 18 december 1831 in Haarlem. Men kan hem gerust een homo universalis noemen, want in zijn ongeëvenaarde veelzijdigheid is hij meermalen met zijn Duitse tijdgenoot Goethe vergeleken, ondanks alle verschillen. Bilderdijk heeft altijd een bijzondere relatie gehad met de stad Leiden. Hij studeerde er tussen 1780 en 1782. Hij was een getuige van de buskruitramp van 1807. En hij doseerde hier tussen 1817 en 1827 als privaatdocent. Leiden was de enige plaats waar Bilderdijk zich min of meer gelukkig voelde. Hij noemde het het Eden der wereld. En hij bezong de sleutelstad menigmaal in zijn werk. Het was een zetel van de geleerdheid, de roem van Holland en de bloem van alle steden. Dat hij in 1827 naar de Haarlemse hel moest verhuizen, omdat er geen goede woning te krijgen was, vond hij vreselijk. 2020 is in velerlei opzichten een bijzonder jaar. En vandaag, op Bilderdijk sterfdag, staan we erbij stil dat de Universitaire Bibliotheek Leiden een omvangrijke collectie Bilderdijkiana in bruikleen heeft gekregen van de vereniging Het Bilderdijk Museum. En omdat zich hier al een Bilderdijkcollectie bevond van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, berust in Leiden nu de grootste Bilderdijkcollectie ter wereld. Behalve uit oude drukken, brieven en andere manuscripten bestaat de collectie ook uit tekeningen, opiumrecepten en andere kunstwerken. Om de komst van deze collectie naar Leiden te markeren, zenden we vanavond een journaal uit, waarin kenners, liefhebbers en studenten hun fascinatie voor de dichter zullen belichten. Mart van Duin, conservator na middeleeuwse handschriften en archieven in de Universiteitsbibliotheek Leiden, neemt ons mee naar een bijzondere plaats in de bibliotheek. En hij zal u iets vertellen over de ontsluiting van de collectie en enkele bijzondere stukken laten zien. Ja, we hadden al een grote Bilderdijkcollectie hier in huis. Maar sinds kort hebben we nu ook de collectie van het Bilderdijkmuseum hier. Veel meer dan deze twee dozen. Dit is gewoon een voorbeeld, maar ook om te laten zien hoe divers die collectie is. Het eerste wat ik wil laten zien is een handschrift van Bilderdijk zelf met daarin opiumrecepten. En er werd altijd gezegd dat hij op basis hiervan dat hij toch wel een zware gebruiker zou zijn. Maar recent is uitgezocht dat die hoeveelheid eigenlijk best meeviel en dat het voornamelijk was om zijn kwalen te onderdrukken. Zoveel mogelijk zodat hij zijn werk kon blijven doen. Ja, dit is natuurlijk een heel mooi stuk. Het laat ook zien dat we in die collectie niet alleen geschreven werken van hem hebben. Niet alleen dichtwerken, hij is natuurlijk vooral bekend als dichter. Maar dit zegt ook iets over hem als mens. En hij kon ook heel goed tekenen. Hij tekende bijvoorbeeld voor zijn kinderen. Tekende die stripverhalen. Maar hij was ook heel goed in het tekenen van boerenbedriegers. En daar wil ik er nu eentje van laten zien. Kijk, dat is zoiets. Dat is dus, het lijken een aantal objecten op een houten plank, op een tafel. U ziet een kaartje, een prent en ja, een soort een portretje. Maar dit heeft dus Bilderdijk zelf getekend
En we hebben nog een aantal andere van dit soort boerenbedriegers. Dit is zo'n vondst, voor mij ook heel bijzonder, want ik kende hem natuurlijk ook wel als dichter. Maar dat hij zo'n begenadigd kunstenaar was, ja, dat wist ik ook niet. Dus voor mij is dit als conservator ook een heel mooie vondst om te doen. We hebben deze collectie nu dus sinds kort binnen. We zijn nu bezig met het beschrijven, het ontsluiten van die collectie. Maar er moeten ook nog allerlei restauratiewerkzaamheden gedaan worden, kleine scheurtjes, dat soort dingen. Verpakking is een heel groot ding. Bijvoorbeeld dit soort handschriften en soort tekeningen wil je in zuurvrije omslagen hebben. In zuurvrije mappen, in dit soort archiefdozen, zodat je dat ook gewoon goed in de kluis hier kunt bewaren. Dus we proberen dit zo goed mogelijk te verpakken, te beschermen, maar ook zoveel mogelijk ter beschikking te stellen. Dit materiaal is natuurlijk heel interessant voor Nylandersy. Onderwijs en onderzoek. Heel veel studenten kunnen hier heel veel mooie dingen in vinden. En ik weet zeker dat Rick Honings, onze nieuwe scaligrafieleraar, als hij hiermee bezig gaat met studenten, dat er nog ontzettend veel mooie verhalen uit naar voren komen. Hartelijk dank, Mart, voor je inkijkje in de kluis van de Universiteitsbibliotheek. Een schatkamer voor onderzoekers en studenten. En u thuis en alle andere belangstellenden zijn na de lockdown van harte welkom om zelf kennis te komen maken met de collectie en een duik te nemen in de 18e en 19e eeuw. Of om een van de vele boerenbedriegers, rebusbrieven of opiumrecepten met eigen ogen te komen bekijken. En dan schakelen we nu over naar de rector magnificus van de Leidse Universiteit, Karel Stolker. Het college van bestuur besloot eind 2019 om de Groene Kamer in het academiegebouw aan het Rapenburg om te vormen tot de Bilderdijkkamer. En daar kunnen we verschillende schilderijen en voorwerpen van en over Bilderdijk bewonderen. Vanwege de coronamaatregelen kon die nog niet eerder worden geopend. Ja, en hiermee open ik onze Bilderdijkkamer. Aan het Rapenburg in Leiden. Daar gaat hij. Ah, prachtig. Onze Bilderdijk. Ja, en hier in betere tijden. Het mooie Rapenburglicht schijnt zacht op de grote dichter. De Bilderdijkkamer, vernoemd naar de dichter, advocaat, veelzijdig geleerde Willem Bilderdijk. Het is een levenlange bijzondere band met de stad Leiden. Hij noemde Leiden ook wel de enig bewoonbare plek bloem der steden. De hele omgeving, de hele kamer straalt eigenlijk ook de tijd van Bilderdijk uit. Aan het Rapenburg, rechtstreeks aan het Rapenburg. Ja, prachtig ingericht zoals je het hier zo mooi kan zien. Dus het klopt, het past bij elkaar. Kijk, en hier is er zelfs nog een wenkbrauw, als je heel goed kijkt. Oh ja. Geestig, hè? Ja, inderdaad. Ja, dit is toch geweldig. Zijn hand waarmee die... Ja. Wat was het? 300.000 versregels heeft geschreven. Ik kan niet een beetje dichten. Ik ben wel een redelijk goede jurist, denk ik. Dat mag ik wel zeggen. Maar ik ben geen groot dichter. Ik moet wel zeggen dat ik in mijn rectoraat ook het gedicht eigenlijk extra ben gaan waarderen. Je hebt geen tijd meer voor dikke boeken. Maar gedichten zijn er altijd op ieder moment. Daar hoort Bilderdijk, soms wel hele lange gedichten, maar daar hoort Bilderdijk zeker ook bij. Ik vind het al zo prachtig aan deze universiteit. Het is niet alleen maar een grote bibliotheek. Maar je kunt de wetenschap, je kunt de geschiedenis voelen hier in de stad. Ja, en daar draagt deze kamer natuurlijk aan het bij. Dus ik hoop ook dat veel Leienaars en andere inwoners van het land ook echt komen kijken. Want het is zeer de moeite waard. En met die fraaie woorden is de Bilderdijkkamer geopend. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een online experience waarin bezoekers digitaal in de kamer kunnen ronddwalen en op de voorwerpen en schilderijen kunnen klikken. Wordt vervolgd. Wie eenmaal gegrepen is door Bilderdijk komt nooit meer van hem af. Zo iemand is Peter van Zonneveld. Hij was tot 2013 als docent verbonden aan de Leidse Universiteit. Toen ik in 2002 Nederlands ging studeren, gaf hij enthousiast college over Bilderdijk. De studenten moesten allemaal de bloemlezing lezen die hij in 1981 had samengesteld. Ik reikhals naar het graf. Een samenvatting van Bilderdijks levensmotto. Peter nam zijn studenten mee op literaire wandelingen door de stad en hij wees ze de plaatsen aan waar Bilderdijk had geleefd. En hij bracht de gekwelde Bart van tegenspoed en haat, die toen al 170 jaar dood was, voor de studenten tot leven.
Die fascinatie deelde hij met Boudewijn Bug, die datzelfde jaar in 2002 overleed. Nou, Boudewijn Bug verkleed als Bilderdijk. Ja, ik ben een Bilderdijk-fan. Ik zie de bezwaren van zijn persoonlijkheid, maar het is een hele kleurrijke figuur geweest. Een van de meest bijzondere mensen in onze 19e eeuw. Ik ben op de middelbare school bevriend geraakt met Boudewijn Bug. Maar op het moment dat ik met Bilderdijk in aanraking kwam, was Boudewijn van school gestuurd. Maar ik heb hem toch voor Bilderdijk weten te interesseren. En in 1970 hebben wij samen een Bilderdijkgenootschap opgericht. He, dat was bedoeld om de studie van Bilderdijk te bevorderen. En dan gingen we de stad in om zoveel mogelijk boeken aan te schaffen. En dat kostte allemaal weinig geld. Ik heb later bij Gerrit Komrij gelogeerd. En toen zei ik, ja, we kochten toen die eerste drukken voor 3 kwartjes. Toen zei Gerrit, wat? Ik heb er maar 2 kwartjes voor betaald. Bilderdijk had een aartsvijand in Leiden. Dat was Matthijs Siegenbeek, de eerste hoogleraar Nederlandistiek. En er is een beroemd verhaal dat Bilderdijk was privaatdocent. En een van zijn leerlingen, Groen van Prinsler, ging promoveren. En Bilderdijk ging hem in het academiegebouw waar wij nu zijn feliciteren. Siegenbeek zag hem aankomen en die sloop langs de muur weg. He, als een hoenderdief, zoals in een brief wordt beschreven. En die scène hebben we vele malen uitgebeeld. Ja, het is gewoon een soort dramatische samenvatting van dat conflict tussen die twee. He, ook Bilderdijk boezemde angst in. He? En Siegenbeek was een beetje een angsthaas. En dat was tegenpool van Bilderdijk. Ja, ik heb een Bilderdijk-collectie opgebouwd in de loop der jaren. Dat begint in 1967 met dat eerste boekje. En ik heb nu vele planken vol met Bilderdijk. Eerste drukken en zo. Maar sommige heb ik met Boudewijn gekocht. En daar hadden we natuurlijk de grootste lol in. En we schreven elkaar brieven daarover. En hij probeerde mij de loef af te steken. Hij heeft een keer een Bilderdijk-verzameling gekocht van 130 delen bijvoorbeeld. Nou, daar kon ik niet tegenop. Ik vind het geweldig dat de Bilderdijk-collectie naar Leiden is gekomen. Ik denk ook zeker dat Boudewijn dat prachtig heeft gevonden. Hij mocht hier nooit hoogleraar worden, maar nu heeft hij wel een Bilderdijkkamer in het academiegebouw. En er staat ook nog een Bilderdijk-beeldje op de binnenplaats hier bij het academiegebouw. Dus hij is eigenlijk krijgt hij de eer die hem toekomt. Het doet me buitengewoon veel genoegen dat dat nu allemaal hier is. Geweldig vind ik dat. Dankjewel Peter voor het onder woorden brengen van je levenslange Bilderdijk-fascinatie, die je ook op mij hebt overgedragen. En die vermoedelijk pas zal eindigen als je, om met Bilderdijk te spreken, in het graf zult zinken. Maar hoe zit het met de jongeren? Lezen die Bilderdijk nog? De man die zelfs in zijn eigen tijd voor een aartsreactionair werd versleten? In de jaren 20 van de 19e eeuw groeide Bilderdijk uit tot een gehate cultuurcriticus die de absolute monarchie verdedigde, die de grondwet een oorlogsverklaring aan God noemde, die zich een tegenstander van de Koepok-inenting betoonde. In deze tijd zou hij ook tegen de vaccinatie zijn geweest, denken we. En voor een verbod op de vrije drukpers pleiten. Samen met zijn leerling Isaac da Costa verdedigde hij de slavernij en riep hij tijdgenoten op de verlichting te verwerpen en zich tot God te keren. En dan zijn opvattingen over vrouwen. Die hoorden in het gunstigste geval thuis achter het aanrecht. Wij vroegen 3 van onze studenten Nederlands uit Leiden, Katja van Rooten, Joshua Snijders en Joris Gene naar hun mening. Verdient Bilderdijk het nog gelezen te worden? En wat spreekt hen anno 2020 nog in hem aan? Mijn eerste aanraking met Bilderdijk was eigenlijk tijdens de colleges bij de studie Nederlands. Echt in aanraking komen met Bilderdijk, dat was wel echt hoorcolleges van Rick Honings. Ik denk op de basisschool, want we hadden geschiedenis en toen hebben we een aantal grote figuren van de Nederlandse geschiedenis hebben we behandeld. En volgens mij was Bilderdijk er eentje van. Ik ben geen fan per se, ik ben niet fan van al zijn denkbeelden. Ik ben het niet eens met zijn politieke denkbeelden bijvoorbeeld, hij heeft heel veel politieke gedichten geschreven.
Oh, dat is een... Ik zou mezelf niet beschouwen als beelddijkfan. Nee, ik ken zijn werk nog niet echt goed genoeg. Zijn vrouwendenkbeeld bijvoorbeeld is dusdanig achterhaald dat ik denk dat het niet meer vol te houden is om mezelf echt beelddijkfan te noemen, anno nu. Dit is gericht aan een vrouw. Het weigeren van geslachtsverkeer is uit een boot. Wijs met onbedacht versmaden zijn de omhelzing nimmer af. Wee een vrouw zo onberaden die dien vloek zich op durft laden, die haar nasleept in het graf. Het viel me op dat hij heel veel overdrijft, dat ten eerste. Dat hij echt zei bijvoorbeeld, ik ben een dichter en het dichterschap is mij door God gegeven. Hij weet altijd in heel veel dingen te overdrijven. Hij is heel standvastig, ook als hij het ergens niet mee eens is, als hij een soort haatdicht schrijft, dan gaat hij er vol tegen in. En hij is heel ongelukkig, dat is een tweede ding wat me opviel. En ik weet niet of dat wel echt is of niet, maar zo presenteert hij zich in ieder geval in zijn werken. Ik denk dat Beelderdijk studenten nog zou kunnen aanspreken tegenwoordig als onderzoeksobject. Om te laten zien hoe mensen dachten in de 19e eeuw en hoe ver dat veranderd is. Het spreekt nog steeds aan, ik denk, voor mij vanwege de formuleringen, denk ik. Honderdduizenden dichtregels. Dat is alleen maar een work ethic waar je alleen maar jaloers op kunt zijn en waar je alleen maar inspiratie uit kunt halen, denk ik. Maar hij heeft een mooie manier van formuleren en dat kan ik heel erg leren. Hij heeft heel ritmische gedichten, hij heeft heel mooie beeldspraak. En hij kan het heel erg verlevendigen, zijn hele poëzie is heel levendig. Wat Beelderdijk van deze wereld zou vinden? Nou, ik denk dat hij ontzettend gefascineerd zou zijn door alles wat nu kan. Ik denk dat Beelderdijk met heel veel afschuw op 2020 zou reageren. Met de manier waarop mensen leven eigenlijk. Hij is heel conservatief. Hij zou in ieder geval de poëzie misschien willen hervormen. Want tegenwoordig zijn er weinig poëten die nog rijmen. Ik denk wel dat hij goed zou gedijen binnen een platform als Twitter bijvoorbeeld. Twitter leeft van ophef. Tegelijkertijd denk ik dat het voor hem heel lastig zou zijn om in tijden van social media zich niet te ergeren aan alles wat op social media verschijnt. Nou, wat natuurlijk opvalt gelijk is zijn dodenmasker. Nou, wat ik het interessantst vind is het dodenmasker, denk ik. Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik vind het vooral frappant dat zijn haar nog bewaard is gebleven. Ik zie dat het zo lang bewaard gebleven kon worden. Bijvoorbeeld een afdruk van zijn hand in gips. Ja, ik denk dat het draait om zijn werk. En persoonlijk vind ik dat veel interessanter dan wat er van hem over is gebleven. Fysiek. Veel dank aan Katja, Joshua en Joris. Kennelijk is er nog altijd wel iets wat ervoor zorgt dat Beelderdijk ook nu nog jongere lezers weet te boeien. Evelien de Bruin, singer-songwriter en Nederlandicus, raakte tijdens haar studententijd ook in de ban van Beelderdijk. Ze schreef een scriptie over Beelderdijks ballingschapsjaren. Toen in 1795 de Franse legers over de bevroren rivieren de Republiek binnentrokken, eiste zij van alle advocaten een eed op de rechten van de mens en de burger. Beelderdijk, die een fanatieke Oranje-klant was, weigerde en moest het land verlaten. Hij liet zijn vrouw en kinderen, maar ook vele schuldeisers in Nederland achter. Ruim 10 jaar lang woonde hij in Engeland en Duitsland. Pas in 1806 kon hij terugkeren. En 2 jaar later schreef hij het gedicht Mijne Uitvaart. En dat is slechts één van de vele versen die Beelderdijk over zijn eigen sterven en begrafenis geschreven heeft. Eveline de Bruin die bewerkte dat gedicht Mijne Uitvaart tot een lied. Als mijn lichaam, o mijn waarde, in het graf gezonken wordt, sta dan op geen hoopje aarde dat men op mijn lijkje stoort. Laat geen zilte tranen vloeien op het dompe grafgesteen, en laat uw ogen niet besproeien wat onwaardig wierd beweent. Zie de wieken hier omwonden, hier met z'n lichaam schel bedekt. Als die banden zijn verslonden, vrij en moedig uitgestrekt,
scherpe, blijde moed. Zonder vrees van neer te zijgen, vliegen zij Gods engel toe. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you are always on my mind. En zo zie je maar dat je met veel talent de poëzie van Bilderdijk opnieuw zingbaar kunt maken. Bilderdijk schreef ruim 300.000 versregels, beoefende vrijwel alle genres en schreef over alle denkbare onderwerpen, van najaarsvliegjes, tabak roken tot Duitse dekbedden. Zijn taalbeheersing was ongekend en dwingt nog altijd bewondering af. Maar we mogen niet vergeten dat zijn tweede vrouw, Catharina Wilhelmina Schweikhart, die hij in Engeland ontmoette, waarna hij zijn eerste vrouw aan de kant schoof, ook een begenadigd dichteres was. Meer dan eens gaf ze bundels uit samen met hem. Hij beschouwde haar als een twijgje dat aan zijn stam was gegroeid. En zo zagen veel tijdgenoten haar werk ook. Hoewel het Schweikhart niet lukte om uit de schaduw van haar man te treden, bestond er grote waardering voor haar werk. Zij werd door de Nicolaas Beets Nederlands Sappho genoemd. En toen zij in 1830 op 53-jarige leeftijd overleed, werd ze overal geroemd als een getalenteerde dichteres. Lotte Jensen vertelt ons meer over de context van haar literaire werk. Waarom, zeg mij, lieve moeder, hield hij de oogjes altijd toe? Wordt die dood is nooit weer levend? Zeg dan, moeder, zeg mij hoe? Nee, mijn kind, de doden wekken kan geen moeder, dierbare knaap. Nee, Gods stem alleen, Gods almacht, wekt de doden uit hun slaap. Nou, dit is toch eigenlijk hartverscheurend, dit. Ja, als we het hebben over Bilderdijks nalatenschap, dan moeten we het eigenlijk ook echt over zijn tweede vrouw hebben. Vrouwe Bilderdijk ook wel genoemd. Ja, we zien hier een deel van het oeuvre van Catharina Wilhelmina Schweikhart, de tweede vrouw van Bilderdijk. Ze hebben samen 8 kinderen gekregen, maar daarvan zijn er 6 op heel jonge leeftijd overleden. En daarna nog een 7e kind, Julius, die naar Oost-Indië voer en daar overleed op 21-jarige leeftijd. Je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel zorgen, hoeveel verdriet zij dus ook samen te verwerken hebben gekregen. Daar heeft dan paradoxaal genoeg de literatuur wel van geprofiteerd. Zij noemde zichzelf vrouw Bilderdijk op haar publicaties. Zij heeft met haar kindergedichten furore gemaakt. En ze werd beschouwd als een van de beste rampdichteressen die er was. En dat kwam onder andere omdat zij gedichten over de overstroming van 1809 had geschreven. Vrouw Bilderdijk woonde ver weg van die overstroming. Ze dichtte dat terwijl ze in de buurt van Leiden woonde. Ze benoemde eigenlijk heel weinig concrete zaken, maar maakte er echt een literaire romance van. Dus ze verwerkte die thematiek in een soort herderlijk tafereel met niet bestaande figuren. En dat maakte dat de critici haar daarvoor prezen. Zij oversteeg eigenlijk daarmee het genre van het gebruikelijke gelegenheidsgedicht. Je kunt ze toch wel zien als een echt
beroemd schrijvers-echtpaar in die tijd. Vergelijk het bijvoorbeeld met beroemd thriller-duo van vandaag de dag, Nicky French. Die schrijven apart en samen. Maar die meerwaarde van dat samendichten is natuurlijk ook dat je op elkaar kunt reageren. Dus in die zin kun je het oeuvre van Willem Bilderdijk ook niet helemaal loszien van de samenwerking met Catharina Wilhelmina Swijkaard. Ja, we moeten eerlijk zijn. Willem Bilderdijk ging toch eigenlijk wel met de eer ervan door. Maar dat is wel enigszins hersteld dankzij nieuw onderzoek vanaf de jaren, vanaf de laatste twee decennia. Dat er steeds meer aandacht is gekomen voor het aandeel van vrouwelijke auteurs in de literatuurgeschiedschrijving. En daar heeft Catharina Wilhelmina ook van geprofiteerd. Dus ze krijgt nu eigenlijk ook haar eigen plekje in die kanon van de Nederlandse geschiedenis. Dankjewel Lotte voor je pleidooi om meer aandacht te besteden aan Bilderdijks echtgenote, die een bijzonder oeuvre op haar naam heeft gesteld. Haar werk is vanuit 21ste eeuws perspectief misschien wel leesbaarder dan dat van haar beroemde echtgenoot. We naderen nu het einde van deze uitzending en ik zou heel graag het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek Bilderdijk, uitgegeven door uitgeverij Verloren in Hilversum, willen overhandigen aan de UB Leiden. Het is het symbolische laatste stuk van de collectie en de basis van een nieuw begin. We sluiten af met het weerbericht. Precies 189 jaar geleden, op 18 december 1831, brak er 's middags om 16:30 een hevig onweer los boven Haarlem, dat de vensters deed trillen in hun sponningen. Tegelijkertijd klonk de alarmklok, omdat er aan het Spaarne een brand woedde. En precies op dat moment blies Willem Bilderdijk de laatste adem uit in zijn woning op de Grote Markt. Na 75 jaar was er een einde gekomen aan het leven van de man die beweerde dat hij al als zuigeling in de wieg naar de dood had liggen verlangen. En vandaag zijn de berichten in de media weinig positiever. Het coronavirus raast als een onzichtbaar monster over ons heen. Laten we troost putten uit de woorden van Bilderdijk, die we soms nog op nieuwjaarskaarten aantreffen. In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Pas goed op elkaar en morgen gezond weer op. But you are old.